Hopelijk hebben jij en ik de tips uit deze video nooit nodig. Maar mocht je ooit in de gevangenis komen, dan ben je na vandaag in ieder geval goed voorbereid. In deze video ga je zien hoe ik 24 uur ga overleven op gevangenisvoedsel. Moet je kijken! Maar ik ga ook gevangenis lifehack recepten namaken die oud-gevangenen zelf op TikTok delen. Dit ziet er echt niet lekker uit. Tijd voor een pizza à la gevangenis. Wow! Heb je een sleutel? Nee. Afgelopen video's is jullie support echt insane geweest met alle duimpjes omhoog en alle nieuwe abonnees die erbij zijn gekomen. Sluit je daarom nu ook aan bij de allerleukste kijkersgroep op YouTube door op de rode abonneerknop te drukken. Terwijl jij dat doet, ga ik mijn gevangenisontbijt maken, althans. Dat wordt misschien toch lastig op deze manier. Ik hoop dat cipier Thomas mij wilt helpen. Nou, goedemorgen. Dit wordt mijn eerste gevangenismaaltijd. Nou, daar zit hij, jongen. Het zit echt totaal niet fijn, dit. Je kan het wel hebben. Alsjeblieft. Wow. Jouw eten. Nou, het ziet er op zich best uitgebreid uit nog. Het is ook uitgebreid. Ik heb echt mijn best erop gedaan. Dus we hebben droog brood, scrambled egg, havermout, een sap. Ananassap. Oh, oké. Okay. En, hier ben ik wel blij mee, koffie. Maar kun je me alleen nog even bevrijden? Nee, dat ga ik niet doen. Nou. Eet het maar zo. Moet ik zo eten? Ja, ga het maar zo eten. Volgens mij ruikt Paco het ei, hè? Ja. Ruik jij het ei? Ja, dat is voor Rutger, dat is voor de gevangenen vandaag, mevrouw. Eet smakelijk! Oké, ik ben benieuwd hoe ik dit moet gaan eten, want ik heb eigenlijk maar... dit is net cement. Moet je kijken! Ik heb er één lepeltje bij gekregen. Dus nogmaals, eet smakelijk. Het is niet iets waar ik een misdaad voor zou plegen, laat ik het zo zeggen. Maar scrambled egg is wel echt één van mijn favoriete dingen. En ik ga dat lekker op het brood doen. Zien jullie trouwens die oortjes hier de hele tijd? Kom eens hier, oké. Vooruit, je mag één stukje ei. Lekker. Heb ik haar dag ook weer gemaakt. Het eet wel erg lastig dit. Ik ben ook wel echt blij dat er koffie bij zit. En ananassap, dat heb ik nooit eigenlijk zo op. Nou ja, best lekker eigenlijk. Zo kleurrijk als mijn outfit is, zo kleurloos is de maaltijd. Maar het gaat wel vullen. Dus ik ga dit nog even opeten. Thomas, wil je me alsjeblieft bevrijden? Oké, ja, ik bevrijd je wel. Yes. Ik vond het wel grappig als je me de hele dag gewoon omhield. Ja, heb je een sleutel? Nou, volgens mij zit er gewoon een knopje. Volgens mij. Ja. Nee. Je hebt toch wel een sleutel? Nee. Ja, dit gaat toch echt alleen met een sleutel? Dit is geen... Nee, echt? Ja, echt. Maar wat? Oh. Jawel, hij is los. Zoals je zag is het eten dat je in de gevangenis krijgt niet echt spectaculair. Maar je kunt in de gevangenis geld verdienen door te werken. En met het geld dat je daarmee verdient kun je weer dingen kopen in de gevangeniswinkel. Drie keer raden wat ik in huis hier heb nagemaakt. Deze la heb ik omgetoverd tot... de gevangeniswinkel. Dit zijn allemaal luxe producten die in de gevangenis verkrijgbaar zijn. Zo heb je ketchup, noedels, koekjes en ja, nog veel meer. En als je op TikTok zoekt naar gevangenismaaltijd, dan krijg je allerlei recepten met deze producten. In prison peanut butter brittle baby. I'm gonna make you the best prison cake. We beginnen met de prison burrito, oftewel een gevangenisburrito. Just like that. And then you have your own plate. Wat heb je nodig? Doritos, Chipitos, noedels. Stap 1, maak de zak open en crunch voorzichtig de Doritos. Kijk, de zak is volledig gecrunched. Ditzelfde doen we met de noedels. Zo, en dit gaat vervolgens in de zak Doritos. Samen met een half zakje van de kruiden die erbij zitten. Vervolgens crunchen we weer deze kaaschips en doen we dat er ook bij. We hebben niet alles nodig, dus doe er gewoon een kwart zak ongeveer bij. Oeh, die lucht. Wow, het ruikt heel erg kruidig.
Zo ziet het mengsel er nu uit. En nu gaat er heet water bij. Nu moeten we snel de zak oprollen. Hij is echt heel heet. En wikkelen we er een handdoek omheen. Nu 3 minuten wachten op het eindresultaat. Tijd voor de onthulling van de Prison Burrito. Hij voelt al wel wat steviger aan dan net. En de zak kan ik direct als bord gebruiken. We scheuren de zak voorzichtig aan de achterkant open. Laat het. Nee, is niet voor jou. Je bent geen gevangenishond. Kijk eens aan, een Prison Burrito. Hij heeft inderdaad wel echt de vorm van een burrito. Maar of die ook zo smaakt, dat weet ik niet. Ik ben zo benieuwd. Oké. Ik moet zeggen dat het eigenlijk best lekker is. Ja, het kan ook eigenlijk niet anders. 2 soorten chips, noodles. Ik vergeet ook helemaal iets. Ketchup en mayo. Oeh, dat was wel heel veel. Oké, eerlijk, ik vond hem zonder saus eigenlijk lekkerder. Na dat droge ontbijt snap ik wel dat dit dan een tractatie is. Gelukkig ben ik natuurlijk niet echt een gevangene en kan ik gewoon zo meteen naar buiten gaan. En dat is maar goed ook, want Thomas en ik hebben een hele leuke afspraak voor ons nieuwe boek. Ik zeg nieuwe boek, maar het is ons allereerste boek. Dus voordat iedereen denkt dat ik meedoe aan het jachtseizoen, kleed ik me eventjes om en gaan we naar de auto op weg naar de uitgeverij. Voordat Thomas en ik naar de afspraak gaan, stoppen we allebei eventjes, want hier is Thomas, bij de Tesla Supercharger, want hier kan ik namelijk gratis opladen en ik doe dat veel te weinig. Dus we gooien hem even helemaal vol. Kabel erin. En nu hebben we 20 minuutjes de tijd om... The Real Housewives of Beverly Hills te kijken! Yes jongens, het drama gaat verder. Love it! Zo, wij zijn helemaal opgeladen en inmiddels gearriveerd in Utrecht. Waar we dus naar de uitgeverij gaan van ons boek. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ook. Het wordt zo tof jongens. En we gaan nog wat dingen vandaag bepalen. We gaan grote knopen doorhakken vandaag voor bepaalde dingen voor het boek. Ik ben heel benieuwd of we kunnen kiezen. En we zijn er en onze uitgever is Cosmos. En die kan je waarschijnlijk wel kennen van onder andere Shaki en de Chocoladefabriek. Maar ook De Zoete Zusjes, Jamie Oliver. En dit boek is ook superleuk, Pech Onderweg. Dat zijn natuurlijk niet de minste namen en de kleinste boeken. En het is zo tof dat straks ons boek gewoon hier tussen gaat staan. We hebben zo'n ontzettend leuke meeting hier gehad. Het wordt zo vet. Het wordt echt super tof. Het liefst zou ik alles nu willen delen, maar we kunnen wel een onthullingsdatum delen. Wanneer we de koffer bekend gaan maken. Ja, gaan we dat doen? Ja? Nou, ja, zeg het maar. 21 juli. Ja, dan gaan jullie de koffer eindelijk zien. En jullie hebben heel veel meebepaald voor de koffer. Dus. Ja, maar we moeten nog 1 ding bepalen. En dat is, wat voor... Ja, hoe leg je dat uit? Wat voor... Ik had er nog nooit bij stilgestaan dat je daar een keuze in moet maken. Maar dat moet dus. Kijk, sommige boeken die hebben een platte rand. Zo, een kaft ding gebeuren. Maar er zijn ook boeken die hebben een beetje zo'n rondige... Kijk, dit is rond. Ja, dus wat zouden jullie kiezen? Een platte of een ronde? Dit soort dingen moeten wij beslissen en we kunnen het niet. Dus jullie mogen het bepalen. De meeste stemmen hier in de reacties, dat gaat het dus worden. Ja, dus laat het even weten hieronder. En wie weet, wordt hij dus plat of rond. Ja. Ik hoop dat mijn buik ook plat wordt als jullie plat stemmen. Dat ook, dat ook. In de gevangenis worden er natuurlijk ook verjaardagen gevierd. Alleen in de winkel verkopen ze daar geen kant-en-klare taarten. Maar ik heb op TikTok een heel creatief verjaardagsrecept gevonden. Welcome back to Cooking with a Convict. Today, I got a special little treat for you guys. That's how it should look formed in the bowl. Ik ben zo benieuwd naar deze gevangenistaart. Even alle ingrediënten verzamelen. Ik vraag me echt af hoe dit ooit een taart gaat worden, maar we gaan gewoon beginnen. Allereerst scheiden we de cream van de Oreo. En in de gevangenis mag je natuurlijk geen mes gebruiken, dat is logisch. Dus ik gebruik een stukje karton van de verpakking om het zo los te schrapen. Kijk, het is gelukt hoor. Nu doe ik deze Oreo's allemaal hier in deze kom. En daar gaan nog 6 van deze koekjes bij. Het is helemaal gecrushed en hier doen we nu wat koffiecreamer bij. En wat water. En dan nu kneden. Het beslag is klaar en dit gaan we aan de binnenkant van een kom doen waar wat cellofaan overheen is gespannen. Oké, het is echt 1 plakkerige zooi. Ik heb wat Kinder Bueno in deze zak gedaan en daar gaan gecrunchte M&M's bij. Dit gaan we crunchen, want dit wordt de vulling van de taart.
En de vulling hoort natuurlijk hier zo gewoon, ja, in de taart. Het ziet er allemaal niet zo smakelijk uit, maar het gaat zo meteen natuurlijk om de smaak. En voor de bodem verkruimelen we nog twee koekjes. Hier gaan we nu frosting van maken en dat doen we door wat gestampte M&M's toe te voegen. En een klein beetje water. Dit ziet er echt niet lekker uit, maar goed. Nu moeten we een bord hierop doen, het omdraaien. En als het goed is, hebben we nu een prison taart. Wat is dit? Het ziet er echt heel goor uit. Heel vies. Maar misschien met wat topping erbij. Ik heb hier zo geen zin in, ook al weet ik dat er eigenlijk alleen maar lekkere dingen in zitten. Maar goed, hè, het gaat om de smaak. Ziet er niet zo lekker uit, hè? Eet smakelijk. Nou, dat is best lekker eigenlijk. Het is zeker niet vies. Bij een blinde smaaktest had ik het best lekker gevonden. Is het een aanrader om dit thuis op je verjaardag te gaan maken? Nou, dat zou ik ook weer niet zeggen. Maar mocht ik een keer mijn verjaardag achter de tralies doorbrengen, dan weet ik wel wat ik moet maken nu. Na deze heerlijke taart is het tijd om weer in de auto te stappen en om richting Hilversum te gaan voor tv-opnames. Maar ik vertel zo meteen waarvoor, want ik ben al een beetje laat. En ik ben inmiddels gearriveerd bij het gebouw van Avrotrols. Ik weet niet of je het kan zien daar ergens. Daarachter. Voor opnames van het programma Pride Talk. Het is natuurlijk Pride Maand. Een onderwerp dat ik natuurlijk super belangrijk vind. Zeker met wat er de laatste tijd allemaal in het nieuws is. Dus laten we snel naar binnen gaan. Nou, even een kleine check-up. Want ik moet er natuurlijk wel herkenbaar uitzien op beeld. Zo, inmiddels ben ik in de make-up geweest en zit ik hier met Marten. Wij gaan samen praten over Pride. Ik ben benieuwd. Ja, hè? Nou, ja, ik ben benieuwd. Gaan kijken. Hier heb ik al, zie ik al allerlei kaartjes liggen. Dus wordt vast leuk. Laten we eens kijken wat we voor het avondeten kunnen gaan maken. Today we're making prison pizza. Add water until you get a dough consistency. Place in the microwave for 5 minutes. Ik denk dat we hier wel een pizza van kunnen maken. We beginnen met het crushen van koekjes en crackers. En heel verrassend moeten we ook weer noedels gaan crushen. De noedels zitten erbij en nu moeten we hier wat water toevoegen. Dit gaan we dan weer kneden tot we een deeg krijgen. Kijk dan, volgens mij werkt het echt. Kijk eens aan, de bodem is af. Het is tijd om hem te gaan versieren. Met wat tomatensaus en natuurlijk wat kaas. En wat stukjes worst. En nu moet de gevangenispizza 5 minuutjes in de magnetron. Wow, check dit. Oh, jullie beslaan een beetje, moment. Wow, dat ziet er echt uit als een pizza. Ik ben best wel onder de indruk hiervan. Hij ziet er super goed uit. Oh kijk, de bodem is wel zacht. Het is niet dat het een krokante bodem is. Ik zit te denken hoe ik dit nou aan jullie kan uitleggen. Ik weet het. Het regende heel hard buiten, dus je had geen zin om naar de supermarkt te gaan. Je bestelde pizza. De bezorger is helemaal nat geregend en had zijn tas open. Je pizza komt warm, maar kletsnat aan. Daar smaakt het naar. Ja, het is een natte pizza. Maar voor een gevangenispizza vind ik hem niet slecht. Na vandaag heb ik één hele belangrijke tip voor jullie, namelijk... Probeer gewoon uit de gevangenis te blijven, want het was oké. Maar er gaat niets boven een echte pizza, een echte burrito, een echte taart en gewoon een lekker zelf samengesteld ontbijtje. Ik hoop wel dat je deze video heel erg tof vond. Als het zo is, laat me nu eventjes weten. Geef een duimpje omhoog en abonneer je natuurlijk helemaal gratis op mijn kanaal. Druk gewoon op de rode knop hier zo onder de video. En heb je nou zin om nog veel meer video's te kijken, dan kan dat gewoon. Klik gewoon eventjes, kies een leuke video uit hier zo in het eindscherm. Heel veel kijkplezier in ieder geval alvast bij die video's en ik zie je natuurlijk ook volgende week donderdag weer om 4 uur in de middag met een hele nieuwe video. Maar tot die tijd, stay fabulous. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Mwah.